Hallo, daar ben ik weer. En vandaag wil ik met jullie appelkrummel maken. Wat heb je daarvoor nodig? 2 appels. 130 gram bloem. 100 gram witte bastardsuiker. 75 gram koude roomboter. Een eetlepel suiker. Een eetlepel custardpoeder. Een eetlepel kaneel. En een snufje zout. Wat je ook nodig hebt zijn 2 beslagkommen, een overbestendige schaal, een snijplank, een scherp mes, een dun schiller en een paar lepels. We beginnen met de appeltjes. Die gaan we eerst even schillen en in blokjes doen. Ik heb Elster appeltjes genomen, maar je kunt ook Jonagold nemen of Gold Renette, wat je toevallig in huis hebt. Ik heb mijn oven ondertussen al aangezet op 180 graden, zodat die kan voorverwarmen. En ik schil even de appeltjes. Dat kun je met een mesje doen. Ik zal de volgende met een dun schiller doen, wat je zelf prettig vindt. Ik krijg op het werk altijd op de kop van een van onze cliënten. Die kan zo dun schillen. Ja, ik kan dat niet, dus ik ben niet zo zuinig met schillen. Maar ieder zijn talent, hè? Nou, klokhuisje eruit. Het is echt het seizoen van de appels. Als jullie hebben rondgereden in het land van Maas en Waal, dan zie je overal dat mensen in de boomgaarden aan het plukken zijn. En ja, ik vind het heerlijk, die appeltjes. Dus ik geniet er echt van. Dus ik denk, ik maak daar een mooi gerechtje voor jullie voor. Nou hebben we met die appelkrummel hier in huis altijd een klein probleem. Onze zoon vindt hem heerlijk warm en onze dochter even met liefste koud. Dus je kunt hem op 2 manieren kun je hem eten. Nou is altijd de truc bij ons om dan op te passen dat onze dochter ook nog iets heeft als onze zoon hem heeft ontdekt. Je ziet ook met een dun schiller gaat dat vrij makkelijk. Het is waar je de voorkeur voor hebt. Ook hier halen we even het kroosje uit. De randjes er netjes af. De appelkrummel die kun je lekker als nagerecht pakken, maar je kunt hem ook bijvoorbeeld heerlijk bij de koffie of de thee serveren. Het is een typisch Engels gerechtje. En krummel betekent eigenlijk niet meer als kruimeltjes. Dus we gaan dadelijk gaan we kruimeltjes deeg maken. Deze doen we in blokjes. Oppassen met de vingers weer, hè, met de scherp mes. Ik maak hem nou voor 4 personen. Maar als je nou met meerdere mensen bent, moet je gewoon het recept even verdubbelen. Ik vind dit zo'n typisch nagerecht dat je voor grote groepen kunt maken en al van tevoren kunt maken. Want zoals ik al zei, ook koud is die erg lekker. Doe die appeltjes er ook heel lekker. Het is even een klusje, maar als je dat met een paar mensen doet, dan ben je zo klaar. Die wil ik er niet bij. Die doen we even in een schaaltje. Oh, volgens mij staat een heel nagelopen kamer. Wat doe je daarbij? Daar doe je de suiker bij. De custard. En de kaneel. Dat hussel je even lekker door elkaar. En dan ziet dat er zo uit.
er even staan. Ik veeg heel even mijn werkblad schoon, want ik heb er natuurlijk weer een zooi van gemaakt, zoals altijd. Nou heb ik net mijn handen al goed gewassen, dan raad ik jullie nou ook aan. Nou gaan we met de handen werken. Je doet het meel, de bastardsuiker, alle bastardsuiker, en de boter bij elkaar. Dan pak je snufjes uit. Weten jullie nog van de vorige keer? Ik pak tussen twee vingers en doe ik een beetje zout. Ik doe er hier twee snufjes doe ik er van in. De rest hebben we niet nodig. En dan gaan we mengen. Dan gaan we even rustig door elkaar mengen, zodat we kruimeltjes krijgen. Dat duurt even. Ik doe mijn boter altijd een blokje snijden, omdat dat net iets makkelijker werkt. En zoals jullie zien, ik knijp gewoon alles door elkaar. Dus daarom de boter begint zich op mijn vingers te verzamelen. Dus ik knijp een beetje. Ik maak deze beweging. Want ik wil niet dat die boter te warm wordt, want dan krijg ik echt een deegje. En ik wil eigenlijk alleen maar kruimeltjes. Zoals jullie zien, komen mijn kruimeltjes langzaam, begint het wat te worden. En zijn de kruimels nou te dik? Nou, dan doe ik ze nog even snel door de vingers handelen, zoals jullie zien. Ja, het begint te komen. Dat kan natuurlijk ook in een keukenmachine, maar ik vind het altijd prettig om dit gewoon met de hand te doen. Dan heb je er meer controle over, dan slaat hij niet te snel door. Je kunt precies weten nou wanneer je moet stoppen. Wij zijn hier fan van kleine kruimeltjes, dus ik zorg dat ik kleine kruimeltjes heb. En uiteraard de vieze hand. Oh, had ik iets laten vallen, Lizzie? Ik heb altijd een trouwe metgezel als ik jullie filmpjes voor jullie opneem. Dat is namelijk mijn man Maurice, die staat achter de camera. En onze hond Lizzie, die staat naast mij. Ik doe de appeltjes doe ik erin. Ik wil ze natuurlijk wel allemaal. Rammel ik een beetje mee. En dan gaan daar overheen gaan de kruimeltjes. En dan gaat dit dadelijk voor een 20 tot 30 minuten gaat het in de oven. Kijk naar 30 minuten even. Of het te bruin is. Kijk eens, ja. Dan ziet dat er zo uit. En zo zit de crumble eruit na 30 minuutjes in de oven. Tenminste, bij mij was het 30 minuten. Kijk naar 20 minuten even hoe die eruit ziet. En als je denkt van nou, die kan nog wel kleur gebruiken, doe hem nog ietsjes langer. En dit is heerlijk, hè? Met een lekkere bolletje vanille-ijs of lekker slagroom erbij. Veel plezier met maken en tot de volgende keer. Tot ziens, doei!